Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En vandaag zit ik hier met niemand minder dan... Emma! Keven! Fijn dat je je achternaam nog even bij meldt. Ja, jij ziet ook dat dit dunne laag is. Nee. Wij hebben op jouw kanaal een Musical.ly challenge gedaan. Meer een soort van leerschool was jij voor mij. Dus nu heb ik geleerd hoe dat werkt. Ik heb al lang een account. Ik snap er helemaal niks van. Ik keek dus vandaag weer en ik had ineens vet veel volgers. En hij plaatst niet eens wat. Nee, maar Emma heeft dat dus uitgelegd. En vandaag gaan we meteen een challenge doen om te testen wie er nou het beste is in Musical.ly. En ik ben natuurlijk super getraind nu. Dus het zou zomaar eens kunnen dat ik jou ga verslaan. We hebben 4 categorieën ook bij jou behandeld. Dat was dance, comedy, transitions en acting. Die heb ik niet gedaan. Hebben we niet gedaan, maar je kan dat. Ja, jij hebt er 2, ik heb er 2. Welke 2 wil jij graag? Waar ben je goed in? Kies maar waar je goed in bent. Goed maar in? Mij niet veel uit. Ik vind transition wel leuk om ja. te doen. Oké. Okay. Comedy of acting? Oké, okay, ik wil comedy. Pak jij Oké. Okay. Dat pak ik dance of wat? Nee. Maak jij het verwarrend? Oh, oké, dan kies ik acting. Oké, ja. Nee! Ja. 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 Jij hebt acting en transition. Ja, en jij hebt comedy. Beste rolverdeling ooit. We gaan om en om maken. En de kijkers mogen uiteindelijk in een poll bepalen wie het beste werk heeft geleverd. Oké, jij mag beginnen. Ja. Oké, dan begin ik met waar ik het minst goed in ben. En dat is dansen. Maar hoe kies ik überhaupt iets uit? Dat heb je mij helemaal niet uitgelegd. Moet ik dan een plusje klikken? Bijvoorbeeld bij populair. Ja. Maar je kan ook liedjes nakken van andere mensen. Als je dat liever. Nee, dat deed je dus bij jou ook al. Dan zeg je kan dit, maar je kan ook dit. En je kan ook dit. Nee, we gaan populair. Nee, wacht. Blijf eens van mijn mobiel af. Oké, sorry. Deze wil ik. Ja, deze vind ik super. Hoe doet ze dit? Let op. Maar goed. Ja, die is super goed. Maar telt hij dan als comedy of dance? Want dit is niet echt dance. Het is zeker wel dance. Zie je mijn billetjes op en neer gaan. Oké, welke ga jij nu doen? Acting is heel erg. Mensen gaan dramatisch gaan doen en zo. Ja. Of heel bitchy ook. Dus okay. Dat ga ik ook doen. Dus ga ik ga deze doen van een film. Oké. Okay. Oh, je weet er alleen. Oké, ja, weet je, jij moet mij proberen te verslaan. Ik zie nu al dat het heel moeilijk gaat worden met zo'n goede trompet erbij. Ja, sowieso. Maar doe je ding, doe je ding. Oké. Hoeveel copyright claims krijg ik op deze YouTube? Het zijn maar 15 seconden. Oh yeah! Wat moet ik ook weer? Oh ja, comedy. Comedy. Wat? Ik zou die voor... Ja, ik zou... Je kan ook een duet doen met Rick. Nee. Hey, moet ik hem vullen? Ja, jij hebt een te kort stukje. Oké. Wacht. Oké, let's see. Ik weet niet, maar Musical.ly maakt mijn hoofd wel rood. Oh my god. Dit vind ik nou comedy. Ik wil winnen. Ik wil één ding is zeker. Met challenges wil ik Maar je wint sowieso, want het zijn allemaal jouw kijkers. Nee, zo zijn ze niet. Ze zijn echt super realistisch. Als iemand iets beter doet, zijn ze daar eerlijk over. Oké. Ja, echt? Maar wat moet jij nog doen? Transition. Oh ja, daar ben jij weer goed in. Ga je nou comedy doen of transition? Nee, dit wil ik.
de transition. Oké. Okay. Hey, Rick. Zit hier midden in de opnames. Waarom gebruik je überhaupt dat vaasje? Omdat dat vaasje mij helpt. Oké. Oh, je haalt alles uit de kast, hoor! Dames en heren, jullie hebben ze gezien. De vier kandidaten voor de beste music... Hoe noem je het eigenlijk als je iets plaatst? Een musical.ly? Musical.ly. Beste categorieën voor de musicals. Nee, maar hoe noem je één ding als je het plaatst? Is dat een musical.ly? Ja. Jullie hebben nu vier super ultra mega vette musical.ly's gezien. En jullie kunnen natuurlijk bepalen wie de winnaar is van deze challenge. Wie heeft het best gedaan? Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Jullie mogen stemmen via de poll. En verschijnt hier nou ergens in deze video. Stem op Emma QV of op Dylan Hagen. Nee, grapje. Heel erg bedankt voor deze video. En nogmaals heel erg bedankt dat je me eindelijk hebt geleerd hoe die app werkt. Want ja, opa's moeten af en toe... Daar krijg ik extra punten voor, toch? Nee. God. Nee, heel erg bedankt nogmaals. Check ook zeker even het kanaal van Emma Keuven en ook jouw Musical.ly. Wat heet jouw Musical.ly? Gewoon Emma Keuven? Of weet je Emma Keuven 1, want iemand had mijn naam gepikt. Ja, dat heb ik dus ook. Allemaal dieven op Musical.ly. Vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan op het duimpje omhoog en klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. Bedankt voor het kijken. Later! Doei!